Nicole, de dochter van de beroemde ontwerper Jan Desbouffry, heeft aangekondigd dat ze een nieuwe rechtszaak is begonnen om de erfenis van haar vader te claimen. Ondanks de laatste poging tot bemiddeling met haar broers Jean-Marc en Jan Desbouffry Jr., is er geen overeenstemming bereikt. Nicole voelt zich genoodzaakt om gerechtigheid te zoeken in de rechtbank. In een interview met Weekblad Weekend deelt Nicole haar gevoelens over deze moeilijke situatie. Ze geeft aan dat ze alles heeft geprobeerd om een bemiddelingsoplossing te vinden en een juridische procedure te vermijden. Haar vader leerde haar altijd door te zetten, maar de huidige strijd doet haar verdriet. Ze benadrukt dat ze bereid is om de erfenis voor een aanzienlijk lager bedrag te aanvaarden, zoals haar vader het bedoeld heeft. Toch lijkt dit niet te worden geaccepteerd. In het testament van Jan Desbouffry staat dat zowel Nicole als Jean-Marc recht hebben op hun legitieme portie in zijn nalatenschap, wat het wettelijke kindsdeel vertegenwoordigt. Nicole benadrukt dat ze de erfenis probeert af te handelen volgens de wensen van haar vader en dat de gang naar de rechter helaas noodzakelijk is. De situatie is voor haar meer dan treurig. Een opvallend aspect van deze zaak is dat Nicole en Jean-Marc sinds het overlijden van hun vader geen contact meer hebben gehad met Monique, de weduwe van Jan Desbouffry. Dit terwijl Jean-Marc een nauwe band had met Monique. Nicole geeft aan dat zij en Monique al 30 jaar geen contact hebben gehad, wat de zaak nog complexer maakt. Hoewel Nicole eigenlijk geen verdere rechtszaken wil voeren, legt ze uit dat het juridische proces ingewikkeld is en dat ze niet zomaar kan stoppen zonder verdere complicaties te veroorzaken. Ze blijft vastbesloten om te vechten voor wat ze ziet als haar rechtmatige erfdeel.